Ik ben Ingrid en ik heb 15 maanden intern gezeten bij Sterkhuis. Ik kom uit een relatie, een huiselijk geweldrelatie van 10 jaar. Samen met mijn kinderen die destijds 5 en 6 jaar waren. En vanuit daar ben ik bij de cliëntenraad gekomen van Sterkhuis. Mijn drijfveer is eigenlijk om andere vrouwen te kunnen helpen. Om ook de stap te kunnen nemen uiteindelijk om uit zo'n geweldsrelatie te komen of een afhankelijkheidsrelatie. Want mensen begrijpen niet waarom dat je niet gewoon je spullen pakt en vertrekt. Dat je je kinderen onder je arm pakt en je kleren en dat je niet gewoon uit zo'n relatie vertrekt. Je bent afgestoten van je vrienden, je bent afgestoten van je familie. En je moet ook hulp willen aanvaarden en kunnen aanvaarden. En je moet ook klaar zijn om hulp te krijgen. En als je op het moment dat je daar niet klaar voor bent of niet aan toe bent, ja, dan kan een buitenstaander doen of zeggen of wat hij wil of een instantie. Maar dan gaat iemand toch niet een stap nemen om weg te gaan. Daar moet je echt zelf klaar voor zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat naar buiten wordt gebracht dat er cliëntenraden zijn. En dat je daar ook lid van kunt worden en daar je persoonlijke voordeel uit kunt halen. En dan ook overkoepelend mee kan denken over de problematiek binnen een instelling. Wij voeren gesprekken met het bestuur natuurlijk hier binnen. We voeren gesprekken met gemeentes, woningbouwen, met managers. Ik heb samen met een collegaatje zelf een project opgezet. Een bejegening richting burgers bij de politie. En dan gaan we eigenlijk op de politieacademie vertellen hoe dat ze met slachtoffers van huiselijk geweld of eengerelateerd geweld om moeten gaan. Ik heb zelf slechte ervaringen met de politie daarin, want ze hebben mij de keren dat ze bij mij waren, ja, hebben ze eigenlijk min of meer tegen zichzelf gezegd van ja, wat doen wij hier? Want morgen zit die vent hier toch weer binnen. Dus ja, daar zijn wel ervaringen die op de politieacademie denk ik gedeeld kunnen worden en waar toekomstige agenten wel ook de voordeel uit kunnen halen, denk ik. De tijd dat ik hier de cliëntenraad in ben gegaan en van tevoren ben ik echt heel goed geholpen hier binnen in de instelling. En ben ik echt als mens gezien. En ik denk dat het belangrijk is als cliëntenraad zijnde dat je verhalen naar buiten brengt. Zodat iedereen jou als mens kan zien. Want je wordt door de buitenwereld vaak niet meer als mens herkend. Of erkend, moet ik eerlijk zeggen. En jouw verhalen worden ook niet erkend. En ik denk dat het juist belangrijk is dat mensen lid worden van een cliëntenraad. Niet alleen om je persoonlijk verhaal daar te kunnen doen en je persoonlijk voordeel daaruit te kunnen halen. Maar juist om het naar buiten te brengen, zodat andere vrouwen, mensen, meisjes en jongens kunnen zien dat ze ook lid kunnen worden. En dat ze daar ook de voordeel uit kunnen halen. En dat ze ook gewoon mens zijn en als mens gezien kunnen worden. Ik heb mijn stem via de cliëntenraad van Sterkhuis kunnen laten horen en daarmee heb ik verschil kunnen maken. Ik hoop dat mensen die nog in zo'n situatie zitten of in de toekomst in zo'n situatie komen te zitten, ook hun stem kunnen laten horen en verschil kunnen maken.